Ja, dat is goed. We beginnen eerst nog even met wat huishoudelijke mededelingen. En dat zijn de zaken die ons in januari te wachten staan. De bestuursverkiezingen. En ik hoop kandidaatstellingen voor mogen noteren. Je kunt terecht bij alle leden van het bestuur om in te schrijven voor deze verkiezingen. Verder hebben wij 28 januari... de snertjacht. Ik hoop dat het dan diep onder de 20 graden is. Min 20 graden. Dan wordt het een echt goede jacht. En de start van deze jacht is in de Steffensonstraat nummer 11. Bij PA3 Charlie Oscar Mike voor de deur. Nou, de hondenvangers, hoef ik weinig van te vertellen. Ik wil er eigenlijk ook weinig van vertellen. Waar het niet dat ik plotseling zo ergens in het jaar tot ontdekking kwam dat ik met die hele honden iets vergeten was. Heb ik ook verder helemaal niks meer gezegd. Ik denk, nou, dat moeten we toch eens een keer rechtzetten. Het kwam er maar niet van. Ik denk, het is nu een mooie gelegenheid bij het afscheid van het jaar om die dingen eens even recht te zetten. Maar wie kans ziet om die uitzending in de lucht te krijgen. En ik moet anderen nog zien dat die het nadoen. Graag gedaan, Cor. En we hopen nog veel Telex-uitzendingen bij je te verkrijgen. Nu is het zo dat, we hebben het al eens een keer gehoord, we hebben er zelfs een speciale editie aan gewijd. Dat was ook weer een uitzending van één man die ongelooflijk vastberaden is. En deskundigheid op het gebied van hoogfrequent nieuws, dat is Jan. En Jan heeft dit jaar zijn 350ste uitzending gehad. Jan, we hebben er eigenlijk weinig aandacht aan besteed, maar ik vind dat je het echt verdient, dus ik heb er voor jou ook maar één meegenomen. Want er kan gezegd worden wat er van gezegd wordt. Jan, alsjeblieft, natuurlijk. Hartelijk dank, heer. Jazeker, ga je gang, Jan. Ja, hartelijk dank voor deze attentiegever en de leden van de afdeling. Voor het laatste hoogfrequent nieuws kan ik nog zeggen dat we een ongekende periode beleven van zonneactiviteit. Al een week lang is de zonnevlucht boven de 250. En dat is al hoger dan de voorgaande cyclus in totaal heeft opgeleverd. Het tweede wat ik wil zeggen is namens Peter, Stuifvol, VE3JBB, en zelf zijn de lid van de South Pickering Club Spark, prettige kerstdagen en een voorspoedig 1989 en lekker die X'en. Dank je, Jan. En we hopen natuurlijk nog vaak van je hoogfrequent nieuws te mogen genieten. En bovendien er ook gebruik van te maken, want Jan geeft informatie, hoor, dat kan ik u verzekeren. Maar dat weten meer de hoogfrequent mensen onder. Gelukkig kerstfeest. Ja, dat is allemaal dat even kerstfeest. De kerstman hier komt even uit Canada over als ik dat zo goed heb. Die heeft hiervoor geparkeerd. Wat een ellende. Ja, kon u het vinden, kerstman? Ja, dat wel, maar die sneeuw. Ja, dat is aan deze temperaturen gaan rendieren gewoon dood. Die kunnen we niet tegen. Oké. Zal ik even mijn betoog afmaken? Het is kort. Even iets over de ronde. De ronde nog enigszins te stimuleren, hebben we chronisch gebrek bij ons aan een nieuw fenomeen wat er dit jaar is gekomen. En dat is namelijk het 6 meter gebeuren. Ja, dankjewel. Ik wou namelijk iedereen van harte dankzeggen die tijdens mijn verblijf in Nijmegen QSL kaart heeft opgestuurd. Het is als je op afstand ligt en wat markeert. En in een onzekere situatie is het toch plezierig om QSL-kaarten te krijgen. Van diegenen die je daarna aan het hart staan. Maar het bijzondere vond ik toch ook wel dat er QSL-kaarten bij waren van lieden die ik helemaal nog niet gekend heb. Ik ben de laatste tijd wat minder actief geweest op de band.
Maar ik hoop dat binnenkort toch weer een kleine verandering aan te brengen. Hartelijk dank. Ik wil mede namens mijn echtgenoten een paar bijzondere fijne kerstdagen toewensen. En ook een goed en gezegend 1989. Koos, bedankt. Fijne kerel dus. En een vent die al heel wat jaren dat werk in stilte doet. Waar wij allemaal profijt van hebben. Ik wil graag naar voren halen, onder applaus, NL5557, Peter Butselaar, onze buurman. Peter, wij willen op deze manier jou eren voor al het werk wat je voor ons, de hele club, hebt gedaan. Ik geef het woord aan de kerstman. Ja, ik heb nog nooit een QSL-kaart van jou ontvangen, geloof ik. Althans niet in die verre noordelijke streken, maar misschien komt het nog eens. Wie weet. Hallo. Hallo. Nee, we zijn er nog niet. Ik zie hier op een aanvullend briefje, want we gaan er gewoon lekker tussendoor, dat je plusminus 5 jaar in het vak zit en dat je de QSL zaken van PI4AMF, van PH6, VHF, van NL8600 allemaal persoonlijk even regelt. Bij de activiteiten zoals een Pinksterkamp en een Velddag ben je ook altijd, want daar ben ik zelf ook en het is heel fijn dat jij er dan ook bent. Dat is bijzonder leuk. Videoopname kunnen we ook aan jou overlaten van PI4AMF. Het werk kunnen we altijd zien in de maand september als die videobanden getoond worden. We zien hem ook in Velddag, Jota's enzovoort altijd met dat ding rondlopen. Geweldig. Wij willen natuurlijk jou niet alleen eren, want je hebt een enorme steun aan je vrouw Tineke. Ze is hier niet vanavond. Jij wilt onze dank natuurlijk overbrengen in de vorm. En de kerstman heeft er ook nog wat andere beloning bij. En ik hoop dat jullie daar met z'n tweetjes fijn wat voor zullen kopen. Volgens mij moet je met deze bon een kerstcadeautje moeten kopen. Doei. Dan zal ik bij deze bon. Ja. Prettige kerstman, hè? Peter, hartelijk dank. Dat wat iedereen misschien denkt, dat Sinterklaas, de kerstman, de paashaas, dat het allemaal verschillende personen zijn, maar dat is helemaal niet waar. Want dat kan niet meer, dat zit er gewoon niet meer aan. Dus dan krijg je dat ik nu eigenlijk, want zodra de kerst voorbij is, dan beginnen alle winkels alweer vol te stromen met paaseieren. En dan ben ik dus al een beetje in training, vandaar deze oren. En ook mijn staart groeit al wat. Dus zo zit dat eigenlijk. Er is weer een verenigingsjaar voorbij waarin wij een contest verkeerd hebben gehouden. De contest verkeerd is een jaarlijks terugkerend gebeuren die in twee delen uiteenvalt. Het eerste deel was in maart en het tweede in september. De deelname aan deze contest is toch wel goed te noemen. Dan krijgen we de volgende uitslag. Op de derde plaats Henk, PA3 ERB. Op de tweede plaats Madeleine, PA3 CUZ. En op de eerste plaats Aart-Jan, PDNO, Hotel Mike. En hierbij nodig hem natuurlijk de winnaar van dit jaar, Aart-Jan, naar voren om de trofee uit handen van de kerstman in ontvangst te nemen. Een gelukkig kerstfeest natuurlijk weer, hè? Daar ben ik hier voor. Hier hoort bij, hoort natuurlijk een kleinigheid. En dit keer hebben wij het eens niet in dezelfde bouw bezocht. Maar zoals tegenwoordig veel in de hobby ook gebeurt in een kant-en-klaar product. Moet ik dat echt overgeven? Ja. Dan mag het ook gooien als idee, Alex. Maar... Nee. Maar dat is... Ik hoop dat je dat terug. Ik heb en hier... Hierbij hoort natuurlijk ook een kleinigheid. Het is geen zelfportret. Nee, ik... Gelukkig kerstfeest nog, hè? Eens gelijk. Ik heb wel een kerststuk. Ja, en hij
dat lampje speciaal voor de kerstman gemaakt lijkt mij. Je vinger erop. Die de prijs krijgt. En dan staat hier de naam Eelco bij. Dus die zou ik dan gaan eventjes hier naar voren willen hebben. Met lekker eten en een drankje gaat er ook wel in. Ik heb begrepen dat hier druivensap in zit. Ja? Dus ik zou zeggen voorzichtig opdrinken. En heel leuk gemaakt. Fantastisch. Bedankt voor het zeggen.